Welcome to the next level. Welcome to the next level.
Yo, what is going on everybody? What's gebeurd? Welkom bij een nieuwe stream voor yours truly, MC The Tick. Hoe gaat het met jullie allemaal? En vandaag, ja, rillingen. Ik krijg gewoon gekke rillingen van, nee joh. Geen gekke rillingen, maar wel gewoon een hele dope stream met een open sessie. En die open sessie gaat namelijk... Oh, sorry. Wacht voor. Het is namelijk een open sessie voor Super Smash Bros. Ultimate. Ik wilde het bijna Brawl zeggen. Voor de Switch. Ja, jullie kennen dat spel wel. Die is al bijna 5 jaar uit. Het is een hele dope game met heel veel chaotische knoppartijen en shit. Die je met max 8 man kan spelen. Online jammer genoeg met 4. Je kan wel meerdere mensen in de lobby, maar die moeten dan op een beurt wachten. Etcetera, etcetera. Maar anyways. Ik ga met de homies Smash Bros. Ultimate spelen. Ik heb er heel erg veel zin in. Waarom? Omdat die game namelijk... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het heeft een tijdje eventjes wezen slapen. Maar ik ga hem weer op, we gaan hem weer oppakken. Kijken of ik... in hoeverre de roest is... Sprake is van roest. Of misschien ook niet, hè? Misschien valt het wel allemaal reuze mee, hè? Hè? Je weet toch? Maar ik kan jullie alvast zeggen, ik heb er... We gaan hele gekke potjes krijgen, man. En die potjes, dat wordt echt op basis van welke characters, welke weight. En natuurlijk ook welke strategie erbij zit. It's gonna be a good blast. En ik ben ook voor mezelf benieuwd in hoeverre ik dat voor elkaar ga krijgen. Want ja, weet je, ik speel wel... Ik heb een combi van ze allemaal, maar dat... Er zitten nog zoveel gekkigheden achter dat je echt zoiets hebt van... Wow. We gaan kijken naar de professional spelers, jongen. Die motherfuckers zijn crazy. Die evil motherfuckers, weet je. Die... Bruh. Als ik je zeg dat die... Dat is gewoon niet te schijnen. Het maakt net wat je doet. Je krijgt gewoon eentje van links en eentje van rechts. En eentje van... Bro, je krijgt appelkaart. Je krijgt alles op je nek, jongen. En dan denk je van, oh, ik kan wel een beetje springen. Tegen die tijd dat jij springt, hebben ze je al lang op je kanen getimmerd, joh. Kap na, joh. Dat is zo, man, zo erg zijn ze. En dan heb ik het over de pro-spelers, weet je toch? Maar goed, we spelen het altijd voor fun. We zijn niet professional bezig. Dus er is geen sprake van van pressure en al die rotzooi. Fuck dat, daar hebben we helemaal geen tijd voor en zin in. Weet je toch, dat doen we gewoon niet. Wat ik wel ga doen zometeen is om 7:55, want het is namelijk 7:12, dus nog 7 minuten, ga ik een room aanmaken, ga ik alles opstarten, een room aanmaken. Dan ga ik een party joinen, want ik ga namelijk in een party zitten waar jullie iedereen gaan horen. En dan gaan we gewoon lekker volop in de modus. Voordat ik ga beginnen, ga ik wel even voor zorgen, checken of de game, of er sprake is van geluid. Want wat ik vaak doe, is het namelijk op het laatste moment dat je denkt van, hello. Ik ga hem even pauzeren zelfs. Hoor ik de game? Nee, ik hoor de game niet. Ik hoor tenminste niet de game vanuit mijn headset. Dus dan gaan we even zo doen. En nu? Nu hoor ik de game wel. En kan ik hem, hoor ik hem? Hoor ik wat? Ja, nee, is goed. Dan ga ik... Zet ik hem zo... Microfoon, ja. Goed. Nou, dat is allemaal snor. En dan gaan we lekker zo meteen van start. Nou, hoe gaat het met jullie? Hoe is het ermee? Hebben jullie het naar jullie zin? Of helemaal niet, want het is nieuwe dag, nieuwe week, nieuwe kansen. En ik heb zoiets van, voor mij, zeg maar... vervelend nieuws, ja, ik heb... Nee, ik ga het nog niet vertellen. Ik ga het nog niet vertellen. Weet je, dat is allemaal... Het is niet ernstig of zo, maar ik bewaar het nog even voor... ik bewaar het even voor later, zeker. Want deze week heb ik aardig wat streampjes in de planning staan. Ik heb vandaag natuurlijk de open sessie van Smash. Ik heb woensdag... een Hogwarts Legacy stream. Want ik ben nu volop bezig met die game. Ik heb nu zit in die game.
uurtje of 11 of 12 of zo. Even kijken, wie hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? We hebben donderdag een retro game. Waarin ik Soul Calibur 2 ga spelen. Wel de HD online versie. Ik ga voor de record, ik ga niet online. Ik ga gewoon lekker losse potjes of misschien Weapon Master, whatever. Vrijdag heb ik een... heb ik vrijdag nog een... Maandag, woensdag. Ja, donderdag. En zaterdag heb ik een vibe stream. Waarin ik ga praten over Nederhop. Van vroeger naar nu, van vroeger en nu. Dus niet naar nu, maar van vroeger en nu. Dus wat ik ga gewoon hebben van waar ik vroeger naar luisterde. Wat ik nog niet heb geluisterd. En van nu ook, weet je, om te kijken van wat is nou het verschil. Of tenminste, waarom vind ik het van vroeger tenminste boeiender dan nu of whatever, weet je. Het worden DMCA gevoelige songs. Dus ik ga ook de stream direct unpublishen. Want ik ga, tenzij ik geen gezeik krijg, maar dat zal me niet verbazen. Het zal me zo niet verbazen. En ik wil natuurlijk voorkomen dat ik een strike krijg of een warning. Want als je 3 warnings krijgt, dan word je geband of... Dan word je geband van Twitch en dat wil ik natuurlijk niet hebben. Je bent tot nu toe gewoon enorm braaf geweest. Tuurlijk moesten ze een bepaalde stukje muten wat gevoelig is, maar eff it. Laat het zo zeggen, ik ga het gewoon unpublishen als het gewoon sensitive is. Dat is al good, dat doe ik altijd. Weet je hoe vaak ik zeg maar streams, ik ging gewoon voor alles aan spelen. En tuurlijk, dat zag gewoon muted audio, bloep, unpublishen man, heel simpel. Want je kan maar tot zover gaan, weet je. En dat is, ja, het is gewoon wat het is. Want ik wil wel gewoon wat in al laten horen. En als het even, als het DMCA sensitive is. Want het zei zo, je weet toch. Het zei echt zo. You know what I mean? Ik weet ook niet hoe lang de stream gaat duren. Tenminste. Volgens mij staat het. Nou, laat het zo zeggen. Ik wil wel gewoon. Ik wil wel gewoon er volop gebruiken. Volop gebruik van maken. Dat is gewoon super belangrijk. Anyhow, verder nou. Je ziet dat de MCT-tick shirt heb ik aan. Ik moet wel zeggen dat ik... staat natuurlijk in de timer de merch shop beschikbaar. Maar dat gaat nog wel even duren voordat die merch shop ook gaat. Ik moet echt kijken hoe ik het moet aankleden en aanpakken. Want ik wilde namelijk een shirt publishen. Zeg maar, ik wilde een publisher, of tenminste, deze shirt wilde ik op Spreadshirt zetten, maar dat werd gewoon geweigerd. Dus ik moet even kijken hoe ik dat voor elkaar ga krijgen, maar ik wil ze wel uiteindelijk te koop zetten. Dat is gewoon fucking geweldig, zulke shirts. Ik vind ze echt super dope. Ik heb een tweede versie die niet heel veel verschilt van de eerste, maar het is meer gewoon een andere versie die ik ook wil bestellen, die ik ook wil kopen voor mezelf. Dat is even wachten hoe en al. Weet je toch, dan komt het allemaal goed, you know what I'm saying? We cool about that, you know what I mean? Dus lekker bezig. Hoe het met mij gaat wat betreft mijn gezondheid. Ja, er is steeds sprake van vooruitgang. Ik heb wel deze week een afspraak voor mijn bloeddruk te meten. Waarom? Omdat mijn medicijnen zijn aangepast. Ik slik in plaats van 2 plasmedicijnen. En dan gaan ze even kijken of mijn lichaam nog steeds daar goed op reageert. En zo niet of zo wel, dan gaan ze wat veranderingen brengen weer in de medicijnen. Dat alleen maar voor nog weer goed kijken gaat zorgen. En voor de pieps die het niet weten, er is hartfalen geconstateerd. Dus mijn hart werkt niet bepaald sterk. Het werkt juist heel zwak. Maar de vraag leidt gewoon van wat er precies aan de hand is. En dat gaat dan met een MRI-scan binnenkort bekeken worden. En dan kan ik jullie wel vast zeggen dat, hoe heet het? Het is heel spannend. En als het eenmaal helemaal afgerond is, dan krijgen jullie meer gewoon te weten, et cetera, et cetera. Dus let's go, je weet het toch? Oh, ik zie dat het 5:08 is, dus ik ga hem opstarten.
Ik ga even kijken of er al een party... Ja, ik weet dat er een party is aangemaakt, maar ik weet niet of er een sprake is van een... Ik zie... Ik zie zelf... Even kijken hoor, want... Even kijken. Nou. Ja man, een hele dope intro. Goed. Zo hoort je muziek. Nieuw Super Mario Brothers? Oh, ik dacht dat het Super Smash... Zo. Ja, ik zat niet even op te letten, man. Oké. Nou, Smash. Battle Arena. Dat gaan we even een eigen aanmaken. All skill levels for players. Smash. Bottom to leave. Nou. Even kijken of er sprake is van regels die ik moet aanpassen. Ik denk het... Techno items. Oh, wat tof de stock. Toch? Even kijken. Oh, wacht. Rules. Even kijken. Op de agro items. Ja, dat zit gewoon prima. Nee, dat is all good. Ga ik even... Wil ik gewoon de tik. Ho. Wat is jouw naam? Oké. Hebben we dat ook even geregeld, je weet toch? Zo. Nee, muziek gaat los. Create Arena. Oké. En die open sessie even ter verduidelijking. De homies doen mee, maar wie ook wil meedoen, meevechten, kom erbij. Jullie zijn gewoon allemaal welkom om in die... Het is open sessie, dus het is natuurlijk homies doen mee, maar wie verder ook wil meedoen, jullie zijn gewoon welkom. Want deze, ik wil weten van, gaat het gewoon, wordt het heavy or not? Crazy or not? Whatever, you know what I'm saying? Ik denk dat het wel crazy wordt, sowieso. Dus dan, dat zit wel gewoon goed. Nou, laat me gewoon even... Laat me even alles klaarzetten. Yes, sir. Even kijken hoor. Wat ik zie... Ik stuur hem even... Invitation. Ja, ik kan... Ik invite hem ook wel voor de zekerheid. Start party of 3. Oh nee, in Japans. Dat is best wel lijp, ouwe. Yes. Oké. Is er sprake van... Ja, toch iedereen is in de his house. Hey, wacht even. Alright, number one. Spinnen. Oh, wacht, natuurlijk. Ik was even vergeten dat ik... audio... Nee, de microfoon is... Is... Yo, what up? Hello. How you doing, brother? I'm doing alright, man. What's up, dan? Chillings, man. Ik zag dat je mij gebeld had, maar ik was eventjes tussen, man. Goed. Oh, niet veel, gewoon weten hoe het met je gaat, man. Ja, man. Een goede dag gehad, man, vandaag. Lekker, man. Ik werd wel wakker met een beetje hoofdpijn en denk, nee, man. Ik ben gewoon naar die dansles gegaan, elke maandag om 11 uur tot 12 uur. Mm-hmm. En daarna was het gewoon perfect, man. Nergens meer last van. Ja, nee, goeie, man. Nice shit.
Ja, man. Ja, ik... De party was ook leuk zaterdag. Was ook nice. Ja. Nee, nice, man. Goede business. Trouwens, I'm streaming, dus men kan je horen, et cetera, et cetera. Cool. Ja, toch. De room is aangemaakt, dus als je zover bent, kun je joinen. En ik zie dat Bas ook is gejoind in de party. Inderdaad. Alleen nog, ben ik nog dan? Yes. Ja. Hallo? Ja. Zo, jullie klinken zacht, zeg hij. Even veranderen, jongen. Ja, want Bas, Thijs, die boy klinkt gewoon prima. Wacht even. Audio settings. Yes. Yes, zeg nu eens wat. Hello, mic check. Juist. Veel beter, veel meer zuiver. Okay. Veel meer zuiver. Yep. Lekker, man. Ja. Coming straight live from the Series X, motherfucker. Lekker, man. Ja, man. Lekker, man. Ik ben alleen wel verkouden, man. Dat is kut. Maar ja, ik hoor het. Ja, is dat nog steeds? Man. Jezus. Natuurlijk is het. Het is hier tering koud, man. Het regent alleen maar. Het is koud, jongen. Echt kut, hoor. Ja, wat Rob al liet zien, hè? Dikke sneeuw, jongen, later deze week. Ja, gaat sneeuwen. Nice, man. Ja. Ik vind het niet erg, hoor. Ik heb liever sneeuw dan die stinkregen. Ja, sowieso. Ik ook, man. Sowieso, man. Sowieso. Ah, ik heb uiteindelijk nu gewoon een regenpak gekocht, man. Ik werd zo fucking moe van elke keer overal fucking kleddernat aankomen, man. Nee, man, dat is gewoon klaar nu. Ook zaterdag naar die party ben ik gegaan. Ik denk, weet je wat, ik kan vast wel de stad doorfietsen. Zonder dat het gaat regenen? Nou, niet dus. Het ging zoals een roze toen ik net op fiets was. Ik denk, ja, really? Dus dan maar regenkleding aan, man. Een zweetje wel kapot, maar zo be het. Ja, een zweetje kapot, want dan kom je mee, man. Shit. Ja. Maar wel beter, man. Een beetje regenkleding tegen die stinkregen, ja, man. Oh. Alles is... Ja? Even kijken. Ik denk dat mij in de party zat. What the fuck? Kom ja, op. Maar dat is wel heel raar. Ja. Dat is heel weird. Hij is nu op Edge, zie ik. Maar dan zit hij dus op zijn PC of op zijn telefoon op Edge. Ja, hij zit op Home. Ja, net stond hij op Edge nog. Ik heb het. Tegen ja, dezelfde tijd. Als hij maar zeker weet dat hij niet gehackt is, is er niks aan de hand. Maar voor mij kan je dat wel ergens checken, toch? Welke IP's allemaal hebben ingelogd op je account? Nou ja, dat is Netflix, hè? Weet of je dat wel met Xbox kan. Ja, kan wel met Xbox. Dan moet je dus... Ja, nee, dan moet je die klantenservice bereiken. Nou, dat is niet best. Het is niet beter opgegooid door de jaren heen, helaas. Klantenservice. Ik zie hem ook niet online, Benny, trouwens. Ik heb hem niet gesproken vandaag, maar hij zal het al niet vergeten, Sven. Good, I don't know, man. Ja, ik ben aan het streamen, dus... Ik stuur hem een berichtje, man. Maar wij kunnen wel alvast beginnen, wat mij betreft, hoor. Ja, ik wacht nog... Ik ook. Ja, ik wacht op jullie. De roemen zagen maar alles, man. Is cool, man. Dan ga ik ons... Kom maar aan. Ja, toch? Kotza. In de building, je weet zelf. Ik ben hier. Hey, dude. Ja, maar die Game Fist, die is gaaf en mooi, hoor. Ja, toch? Nice, zeker. Ja, man. En dan lijkt inderdaad op Shadow Complex, man. Hij heeft daar echt wat er weg van. Echt cool. Ik voel het wel. Zeker. Hoe vind jij die Blue Eye Samurai dan tot nu toe? Ja, cool. Nice. Vet, man. Ik kijk hem wel in het Engels. Dat maakt het gewoon niet uit. Hij is heel goed in het Engels, man. Oh, oké. Okay. Corny. Helemaal niet, gewoon... Nee, niet cringy, helemaal niks, gewoon goed. Ja, nee, kijk, als dat de originele language is, dan is het prima. Maar als dat niet zo is, dan ga ik hem wel in Japans kijken. Maar als hij... Ja, als het bij de original en dan staat er Engels, ja, dan, dan is dat zo. Net zoals Castlevania. Zou kunnen, hoor. Zou kunnen. I do not know. Ja, weet je dan...
Ja, dat zou ik. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is wel gemaakt door Japanners met Westerlingen. Dus zeg maar Amerikanen. Ja. Dus ja. I like the stijl, man. Ik vind het een mooie artstijl. Het is niet standaard anime, weet je wel. Het is wel 3D anime, hè? Ja, klopt. Klopt. Dus dat is wel. Dat is wel een dingetje. Ik vind het vet, man. Ja, ik vind het vet. Ja, hè? Ja. Oh, by the way, Shinobi had die insider, weet je wel, die had gezegd dat er wat hele toffe dingen bij de Game Awards gaan gebeuren. Hij zegt dat hij dingen weet, dus. Ja, eerlijk gezegd, dat geloof ik ook wel. Ik denk dat hij wel wat dingen weet. Zou dan toch Nintendo ook iets gaan flikkeren? Is hij een Nintendo mannetje dan? Maar ja, volgens mij wel, man. Ja, ook. Hij is ook een Nintendo leaker. Ja, hij is alles leaker. Hij is gewoon een totale leaker, zeg maar. PlayStation, Nintendo en Microsoft. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, oké. Thijs, waar ben jij, man? Ik kom, man. Ik ben aan het zoeken. Nintendo kan natuurlijk. Het is niet... Ik heb gekeken even naar de geschiedenis van de Game Awards van Nintendo. Nou ja, ze hebben natuurlijk een paar huge dingen aangekondigd. Maar ook gewoon dingen dat je denkt van... Waarom hebben we dit aangekondigd? Zoals Cranky Kong toen, voor Donkey Kong, weet je wel? Oh ja, ja. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld de eerste beelden van Zelda, van Breath of the Wild, hebben ze getoond tijdens de Game Awards. Dus ze hebben echt wel een verleden huge dingen gedaan. Ja, dus ja, het zou wel kunnen inderdaad dan. Maar... Ze zouden bijvoorbeeld de teaser kunnen droppen van de nieuwe Switch, dat is een nieuwe console, dat zou kunnen. Goed, let's go. De teaser droppen. Ja. Ja, we gaan het zien, man. Yo, Marky, wat's goed? Yo! Yo. Ja, hoor. Als ze een teaser droppen, dan wel. Dat is huge natuurlijk. Wow. Ja, of. Nu komt het wel met een nieuwe Monster Hunter, jongen. Hey. Kan wel, hè? Volgend jaar is de anniversary, jongen. Wie zal het zeggen? Dat Capcom ineens Monster Hunter dropt. Nou, niet, ja, de onthulling, hè? Dat hij dan misschien volgend jaar toch uitkomt. Of laten we zeggen, begin 2025. Ik hoop het zo, man. Het is lang genoeg geweest, man, sinds World, man. Serieus. En Rise heeft het niet gedaan, man, voor mij. Ik vond Rise cool, maar Rise kwam niet in de buurt van World, man, vind ik persoonlijk. Vind ik echt. Ja, ik heb dat ook, man. Ik vind Rise goed, maar ik vind World beter. Ja, en hoe dat die beter is. Oh. Heb jij je smash, Mark? Nee. Shit, sorry. Okay. Niet meer. Wat dan wel, man. Nee, ik ben echt tering slecht. Ja, ik ben ook helemaal niet goed hoor, maar... Ach, het is nu dan wel even leuk, weet je. Ah nee, daar ga ik. Ah! Oh, ben er nog. Klappen, jongen. Echt, hè? Tjonge, jongen, niks lukt, man. Wat ga... Nee, de controller reageert niet lekker op mijn beweringen. Het lijkt alsof de Switch iets te ver weg staat voor die controller, maar ik vind het wel belachelijk dat het zo korte... Waarom land ik nou buiten het slagbereik, jongens? Ah ja, Thijs, je bent 41, hè. Het kan ook gewoon je hersenen zijn, vriend. Ja, dat kan ook. Ja. Dat kan doen, hoor. Oh nee, weg! Niet dat Donkey! Nee. Doe je ding. Wie staat Donkey? Dat is Bassie Boy. Eringlaaier. Blij met je Xbox, Bassie. Ja, man. Zeker, dude. Nee, man. Ik ben er allemaal games aan het installeren die ik niet kon spelen. Op de... Hi-Fi Rush. Op de Series X kon je alles spelen, toch? Of niet? Nee, niet. Ja, maar dat wilde ik niet. Want ik denk, ja, weet je. Het is toch een X gekropen. Weet je wat trouwens ook heel mooi is op de Series X doet? Die moet gaan checken. Doom Eternal. Oh. Ja? Dude, die heeft een raytracing mode, 60 fps, alles wat je maar kan bedenken. Ja, maar pet je af voor AI software hoor, serieus. Een van de weinige games op de series consoles die gewoon echt hele goede nee. Wat ik heb begrepen tenminste. Nee, moet het voor elkaar hier. Kom maar eens even hier, jullie. Ja, kom maar jij maar lekker naar ons, doei. Ja, zo. Ja, ah, doe dan! Ah, waarom pakt hij hem dan niet aan? Ja, verkeerde knop, kut. Nee, niet. Dat is gek juist. Wel. Ja, ah, shit! Oh, ik heb je!
Doom is wel een aardige ADHD game, man. Smash bedoel je? Nee, Doom Eternal. Een aardige ADHD game. Zo en hoe, dude. Oh. En moeilijk ook, die game. Ik vond de eerste al fucking moeilijk. Ja, ik heb hem uitgespeeld, maar... Ja, ik ook. Ja, zeg meer. Doom is echt zo'n game, dude. Die zou ik gewoon op easy zetten. Zelfs op easy is er nog challenging, man. Serieus. Ik had Eternal gespeeld op normal. Ik had zoiets van... Oké. Je kan net zo goed naar easy gaan. Echt waar. Ah, mijn tweede. Zo dan, dat had ik niet verwacht. Lekker. Ik vond hem heel erg repetitive worden, man. Ja, agree. Agree, man. Van, nou moet hij echt klaar zijn. Want heet datzelfde vijand op het laatste. Ja, man. Ja, het is nou al klaar. Overrated. Ik vind het een overrated game, Doom. Ik vind hem ook overrated, man. Doom? Oh ja, dat heb ik ook wel. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Echt overrated. Eternal heb ik niet genoeg gespeeld, want die schijnt wel een heleboel te verbeteren. Nee, ik ook niet. Die ga ik nog wel checken. Oh, by the way, Benny zegt, ik kom straks. Mijn broertje uit Cyprus is hier. Oh! Hey. Oké. Okay. Misschien ik eens even kiezen nou. Even kijken hoor. Ja. Hoe is het allemaal, Shano, met je herstel en zo? Het gaat goed, man. Stel is de... Ja, het gaat steeds de goede kant... Het gaat steeds de betere kant op, man. Ja, man. Still losing the weight. Ja, ik blijf wel schommelen, maar dat is ook de bedoeling, zeg maar. Zeg maar dat ik, als het gaat eraf of het komt eraan, maar het wordt er niet, ik word niet zwaarder, dus dat is prima. Dat is belangrijk. Ja, absoluut. Trouwens, even over die battle, wat vond jij de hardste punchline van, ik vond Jensel wel echt on fire, hoor. Zo. De hardste line. Ja, ik vond Mitch ook al fire. Het was echt gewoon fucking vet, maar ja, man. Was wel met die foto toch van, jij hebt jezelf zo de tyfus gelukt. Als het dan bij... Ja, die... foto, maar als het bij dingetje niet meer lukt of zo, weet ik wel zo'n gedin, denk ik. Ja, zo'n, hoe heet die rebuttal van, je hebt je sowieso de tyfus in gelukt. Pak je die foto erbij als het met ietsje niet meer lukt, inderdaad. Ja. Kan ik hem opstarten? Ja, zeker. Ja, heel de crowd ging los, maar op, man. What the fuck, man. Heel de crowd ging los, man. Yep. Ja, man. Maar deze vond ik ook kicker, man. Zijn homo-gemeenschap is een soort serenade. Een serenade, want het eindigt met serenade. Oh, ja, die is ook mooi. Die klaarde me ook, man. Ja, die was echt van Mitch, jongen. Ja, toch? Dat is van de Insectus en Leuk met 1000 poten, weet je. Ja, Leuk met 1000 poten. Insectus, ja. Ai, fuck, jongen. Ah, leuke battle, hoor. Echt een hele entertaining battle. Zeker weten. Zo, ik ga alleen maar fucking naar mijn... Ik haat dit soort stages, jongen. Ik haat dit soort stages. Maar wie is toch gebeten van Steen EZG? Nee, dat is yesterday news, jongen. Dude. Nee, Jessel, Krokka en Mitch. Zijn twee, battle rappers. Echt goede battle rappers, ja. Come on. Hé, hey, maar dude, Bas, over jouw TikTok-video's. Waarom heb je er elke keer een liedje doorheen wat ten eerste veel en veel te hard staat? En waarom überhaupt een liedje? Weet ik niet, man. Het gebeurt vanzelf. Ik weet nou een beetje hoe dat gaat. Het gebeurt vanzelf? Eraf gehaald. Het gebeurt dat vanzelf. Weird. Dat is weird. Dat zou niet moeten gebeuren vanzelf. Ja, het gebeurt vanzelf. Nee, dan kan je gewoon... Heb je nog meer legendarische video's gemaakt dan Bas? Ja, gewoon normale video's wel. Oké, gelukkig. Jezus. Ah! Als je veel gezond nee, bij van, of niet? Nee, we hebben dat wel van de kroeg gedaan en van... Nee. Hoe heet dat? Oh, ja, gewoon van gezelligheid is van hier thuis en gewoon... En dat ik vandaag ziek was op mijn werk. Dus dat ik naar huis ben gegaan, ziek. Ja, ik kan niet... Ja, je bent wel... Je klinkt ook wel echt ziek, man. Ja. Ja. Dat je eigenlijk ook niet meer kan gamen, zo ziek. Nee, dat dus niet. Dat, nee. Ja, ik weet niet, top vorm of zo, maar... Ah.
Ik ga wel smashen. Ja, precies. Tering Pikachu. Pichu. Of Pichu. Ah, wat is de kippers met die kneuzen, man? Ik heb... Oh, hij ging even mute. Waar ga je heen? Ik vond dat je trouwens die Orgio bent tegengekomen, man. Super cool. Ja, kik hè. Zo, wat is, daar, wat is daar de kans van dat dat gebeurt, weet je? Ja, klein. Die bestaat eigenlijk. Ja, mooi. Nee. Uit Amerika, what the fuck. En dan hij stond opeens voor onze neus, hè. En we waren al tering lam, want we zaten al te zuipen de hele tijd. En Maat zegt, dat is Other Joe. Ik zeg, nee, ja, cool hoor, dat je Other Joe doet, man. Vet hoor. Fuck. Lachen, man, echt. Leuke hij is sowieso gewoon een hele relaxte peer, man. Dat is dat in de show ook, hij is altijd heel chill. Wil ook niet opvallen, weet je, hij is gewoon chill. Terwijl je ziet aan Angry Joe dat hij soms wel echt een beetje, moet zeggen, ja, een maar beetje deze aandacht krijgt. Ja, maar die Other Joe die krijgt maar niet super veel geld ofzo. Hij denkt dat Angry Joe ook wel toffe doetjes hoor. Zeker wel. Oh, dat denk ik ook, maar ja, die is natuurlijk wel een beetje, ja. Ik denk dat, dat iedereen redelijk gek gaat doen als die veel views krijgt en geld en... Ja, valt alles dat mee. Gek. Hey, maar hoe reageerde hij dat jullie hem herkenden? Was hij verbaasd of dacht van... Ja, hij was eerst een beetje verbaasd en zo. En daarna zijn vriendin zei, ja, van de YouTube, right? Ja, van de YouTube. Of de Angry Joe Show. Hij wou eerst een beetje ontkennen. Zo reageerde ja, hij volgens mij. Maar hij vond het ook wel cool, man. Hij vond het ook wel cool. Ja, we waren ook gewoon een beetje dronken, want anders hadden we hem denk ik gewoon nog meegenomen naar de kroeg en zo, man. We waren wel lekker doorgegaan met die. Het was best vet geweest als we dat hadden gedaan. Maar ja. Dat is tof, man. Ah, en ik zo gelijk, ja, we want to take a picture with you. En ja, dan zeg ik geen meer, hij is ongeveer de helft van mij. Klein Fancy. Ja. Hij is heel klein, hè? Ja, ze waren alle drie heel klein. Ja. Maar ik weet net niet of hij hetero is. Of dat hij met zijn vriendin was, of dat hij met zijn vriend daar was. Ze waren met z'n drieën. Of hij is van allebei. Hoezo vond je hem een beetje... Ik vond hem een beetje kei overkomen. Niks mis mee hoor. Maar niks mis mee, maar... Ja, ik weet niet zeker. Kan, dat hoeft niet hè. Zou kunnen man, who knows. Ja, niks mis mee. Nou hoor. Hey, maar ik heb gesolliciteerd als trambestuurder. Ik denk niet dat hij. Ik denk dat die Angry Joe koffertje neemt. Dat Angry Joe is natuurlijk zo heter als maar kan. Maar joh, HVM joh! Ja. Zo dan? Okay. Dit goed hoor. Maar waarom dat dan? Je zit toch bij. Je zit toch op zich chill, hoor. Ik ben afgewezen. Ben je afgewezen als trambestuurder? Ja, want toen werkte ik in Duinrel. Ik raakte mijn baan kwijt in Duinrel en toen had ik voor trambestuurder gesolliciteerd. Maar werd er niemand? Oké. Okay. Waarom werd je het niet dan? Ja, je moet een soort. Je moest een soort vragen beantwoorden, zeg maar. Wat gewoon te maken heeft met hoe je in elkaar zit, weet je wel. Ja. Karakteristieke vragen. Ik weet niet of jij dat hebt gehad nu. Nee, nog niet. Ik heb woensdag gesprek. Oké. Nou, zo, dan ben je al verder dan ik, man. Squad! Oké. Ja. Ja, ik heb gewoon. Wat dan? Nee, in de game. Nee, oh, in de game. Nee, ik heb gewoon formuliertjes ingevuld en gewoon gesolliciteerd en gebeld en ze hebben me teruggebeld en Maar hoezo dat? Ja, ik ben gewoon... Ik ben een beetje klaar, man, in die zorg. Nee, ik zit er al een tijdje aan. Ik werk er 13 jaar. En een paar weken geleden werd ik weer ondergescheten en ondergepist en toen dacht ik, ik heb hier geen zin meer. Nee, dat kan ik wel begrijpen. En ik zit bovenaan mijn top, hè. En het eerste jaar zou ik iets minder verdienen bij de HTM. Maar het tweede jaar ga ik meer verdienen. En sport. Zeg maar. Ja! Ja! Ik heb Diddy! Tering, man. Oh, maar het eerste jaar ga je gewoon al 2400 netto verdienen. Tering! Met, 46 uurtjes, ja. Dan nog maar een keer proberen, Bas. Ja, nee, joh. Voor een namens zin waar ik nu zit, hoor. Voorlopig wel goed. 1500 euro net in de oh shit! Hier! Doe je niks aan, jongen? Ja, dan ga je wel. Ja, je bent wel een beetje al die vroege tijden gewend en zo, hè? Ja, ik heb jaren onregelmatig gewerkt, man. Ja, precies. Dat maar dit is wel echt vroeg, hoor. Dit is gewoon 5 uur er zijn of zo, hè? Ja. Ja. Half 6 moet je rijden. Maar ja, maar dan je bent wel 2 uur vrij.
Lekker, dat is lekker, en man. En het idee, man, dat ik niet meer de hele dag mensen om me heen heb en zo geeft me nu echt wel... Ja, ik weet niet. Yoshi. Nu nog een chill gevoel, zo. Iets nieuws, ik weet zo. Ja, wat gaat het? Fucking belachelijk, man. Leuk, 2200 euro per maand verdienen, maar al die kankerscheid en pis over je heen. Daar zit nog niet. Nee, begrijp ik, man. Ja, dat zijn ook dingen niet waar je echt aan wint. Dat is gewoon zo, weet je. Dat nee, gewoon... weet je. En ja, ergens wel, hoor. Ergens ben je er wel aan. Maar ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik snap wat ik dat goed zat van geworden. Weet je, nu heb ik zoiets van dan fulltime als ik aangenomen word, wat ik denk ik eigenlijk wel geword. Ik zou niet weten waarom ze me afwijzen. Ja, misschien omdat ik niet door een oogtest kom of zo. Maar ja. Goed, in principe kom ik daar gewoon doorheen, denk ik. Ik zou niet weten waarom ze mij niet willen hebben. Ik neem aan dat het ook niet zo heel moeilijk is, toch? Als je tegelijk met een buschauffeur... Nee, je krijgt dan 3 maanden de opleiding. Maar je wordt ook opgeleid als steward gelijk. Dus dan kan je voor allebei ingezet worden. Maar voornamelijk zou je trambestuurder zijn, maar soms zou je steward moeten zijn. Maar afwisseling vind ik ook niet zo erg. Nee. Het is 1 maand trambestuurder, 1 maand steward. En dan volgens mij 1 maand dat je met iemand ingewerkt wordt echt op die routes. Wacht even, steward, is dat nieuw? Ja, dat is nieuw, man. Je wordt ook opgeleid tot steward. Ja, joh? Ja, waarschijnlijk hebben ze daar personeel tekort. En dan eens in de zoveel tijd moet de trambestuurder ook gewoon steward zijn, weet je wel, op die fiets. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is wel apart. Ja. Maar dan geen fix, toch? Of controleur? Je hoeft niet geen idee, kaartjes man. Te vragen, toch? Als steward. Nee, dat denk ik niet, man. Maar misschien ook wel. Ik heb geen idee. Ja, weet in ieder geval wel dat als iemand een kaartje niet heeft en moeilijk doet, zeg ik, joh, blijf lekker zitten. Ga ik mijn leven daar niet voor riskeren, gek. Iedereen klaar? Ja, hoor, zeker. Zeg ik gewoon, joh, blijf lekker zitten en dan ondertussen roep ik iemand op. Weet je wel, zoiets. Aha, ja. Ja. Hey, hond. Hier komen je. Hey. Trouwens, hoe hebben jullie ervaring met TikTok met vrouwen die je benaderen? Ja, die negeren, ja, zie je, maar dat zijn nep-accounts, maar die negeer ik. Oh, dat cute is je dingen liken. Dat is allemaal bullshit, man. Moet je maar aanklikken het profiel, zie je meteen staan van... Do you wanna be with me? Dat soort ingang, weet je wel. Ja, ja doei. Ja, ik had gelijk zoiets van, nou, oh, cool, man, dat moet de video's worden geliked, weet je wel. Ze vinden Lara leuk, ze, weet ik van wat, weet je. Nee. Right. Er zitten wel een paar goede bij, hoor. Moet je gewoon kijken naar het profiel en als het klopt, dan klopt het. Maar zie je bij staan van... seks of whatever, ja, weet je genoeg. Weet je genoeg. Oh, je bent heel gewoon, die gewoon zeg maar, ja, waar kom je vandaan, waar woon je, waar kom je vandaan, en ben je single of niet, weet je, dat soort shit, man. Mm-hmm. Ik heb geen bericht gekregen, man, via TikTok. Daar zijn we, bam! Dus wel. Ewa! What's gebeurd, how you doing, bro? Ewa, broer. Ja, sorry boys, dat ik wat laken ben. Nou, oké, okay, man. Er staat helemaal geen raam. Mijn broertje fuck vanuit Cyprus, Hier. Oh, nice, man. Sla die oversized fucking lizard gewoon de tering in, joh. Oh my god! En dan is het wel belangrijk om even fatsoenlijk tijd te maken. Wacht even. Zeker. Nee, ik dacht dat ik geraakt was, man. Flikker. Ik heb pijs te pakken. Karma, jongen. Lekker, man. Maar. Word je die gast die een beetje op je lijken bent? Ja, man. Niet normaal, ik vond joh. Wel grappig. Ja, ik dacht, what the fuck. Mijn doppelganger. Die John ook trouwens, dat die geloofde van het hardcore, dat Bram een hardcore fan is. Ja, ik geloof het ook, hè. Ik geloof het ook. Ja. Ik denk ook, what the fuck, man. Thijs, maar jij bent echt een puur sarcasme de hele tijd, man, Thijs. Ik volg je echt niet met sommige dingen.
was ook met die Marvel film. De Marvels? Ja, nee, ja, ik, nee maar ik hoorde... Ja, maar luister, ja. Ik hoorde gewoon geen... Ja, Benny trapte er ook in. Dat toen dacht ik, gast man, er zat echt helemaal niks van sarcasme in jouw stem of zo. Het was gewoon echt van... Ja, wel een aanrader, nee. Ik zou er gewoon heen gaan. Ja, wel een aanrader, ik zou er niet gaan. Ik denk, nou, ja, weet je wel vet. En ik zou ook een Benny, jij had het beter moeten weten, dude. Je weet dat ik echt een graf tyfushekel heb aan Captain Marvel, man. Kom op. Ja, man. Ja, maar jij... Nee, even, nou niet zo doen. Jij bracht het alsof dit een verandering was. Film was. Ja, ik dacht, jullie gaan echt wel begrijpen dat ik full shit ben, man. En Bram vind ik gewoon een zure vent, dus zat me niks verbaasd dat hij Alex op. Shit, sorry. Zo, ik had jou kind nog even gekeerd. Ja, I know. Alles kan kapot. Thijsie boy heeft gewonnen. Het is sowieso lastig om dat als sarcasme over te brengen. Misschien, als je in de party zit wel, maar met tekst is het wat pittiger, man. Ja, maar ik... Ja, oké, maar de vorige... Bro, klote Bas als hij me niet nokkie had geslagen. Ja, dat was je, eerder, dat was je eerste kwestie. Ja, of gelijkspel. Ik denk, what the fuck, Thijs? Hé, hoe doe ik mee? Hoe kan ik dat? Dag, ik ga naar online. Ja? Benny erbij komt dan, ja, natuurlijk. Je gaat online en dan? Dat moet de room... je hebt het met kamer. Ja, je hebt het in Nederlands waarschijnlijk. Kamer, ik zie geen kamer staan. Ik zie Smash staan. Online toernooitje, toeschouwer. Ja, je moet Smash hebben, moet je? En, je hebt het Nederlands staan. En dan kamers. Okay. Ja, dank je. En dan, okay. Kamer van vrienden. Andere character. Ja, ik ook. En dan, kamertje zoeken. Ik heb nog steeds niet iedereen, hè? Nog steeds niet alle characters. Klopt. MC de maar ik heb er wel veel. Meedoen. Even kijken, hoor. Ja. Ik ben niet echt aanwezig geweest, jongen. Hij probeerde Dr. Mario maar, voor je te halen vorig jaar. Je moet toch ook packs kopen om bepaalde characters te krijgen? Of? Hoeft niet, maar kan je doen. Nee, dat snap ik. Maar als je niet betaalt, dan heb je ze niet, toch? Ja, de... Nee. Ja, de DLC-characters alleen. Dus de characters die... Maar ik vind dat wel duur, man. Want het zijn iets van 12 packs voor 5,99 of zo. Je hebt, is het inderdaad per karakter. En daar heb je natuurlijk ook gewoon die Smash Passes. Twee stuks. Ja, twee stuks. Smash is Smash Passes, Season Passes. Twee packs. En dat zijn meerdere packs voor goedkoper? Dus. Ja, gewoon, ja, dus gewoon 5-6 characters zitten erin. Kijk dan niet wat kost zo'n pass dan? Hoeveel kost zo'n Tori? 25 of zo? Jezus! Ja, dat is fucking veel gek! Ja, omdat... Dat kan ik echt niet doen, hoor. Ja, ik heb ze wel erbij. Je hebt ook Banjo in het... Hoe duur is Banjo dan? 5-6 euro. 5-6 euro. Ja, die was dus 6 euro zoveel. Ja, dus dat is 5. Ja, maar krijg je dan een poppetje, zeg maar, met abilities ook? Ja, je krijgt dan de characters... En die kaartjes, dus je krijgt en spirit kaartjes en die poppetje. Ja. En nog wat andere poppen. Muziek, ja, je krijgt de stages, je krijgt dan de hele reut van die characters. Het is niet alleen maar van, ik heb een poppetje en dan krijg je een nieuwe skin voor kopen. Het is echt wel abilities en dat soort shit. Ja, je krijgt gewoon de package inderdaad. Oké, alright. Oké, ja, we gaan gewoon. Maar dat betekent dus dat als ik ze allemaal wil, dat ik gewoon 2 keer 25 euro kwijt ben. Dus dat is 50 euro extra op de game die ook zoiets is. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel veel geld. Ik hoop centjes, ja. Let's do it. Ja, is een beetje te veel money. Ik ben benieuwd hoeveel ze nu werkelijk kosten. En hoe zit het met die smash aanval? Want ik zie altijd zo'n gekleurd regenboog. Voor wie die regenboog? Onder mijn poppetje omhoog laten. Nee. Zo, bruh. Ik dacht, hè? Die moet ik. Zo, die heb ik constant gemist. Die heb ik constant gemist, bruh. Ja. Hey, yo. Oh, ik dacht dat Benny Kirby is, maar hij is Mario. Met de Super Mario Maker suit. Oh, wat gebeurt er? Je valt. Ik ben naar beneden, jongen. Waarom? Ja, omdat je niet op te letten. Dat dus.
En dit is... Wacht even, ik moet ook... Hoe kun je met Kirby naar boven vliegen dan? Oh, vliegen? Gewoon naar boven? Vliegen! Oké, okay. Even focussen. Normaal, wacht even focussen, man, shit! Ja, dit level is fucked up, hoor. Nou, dit level doet niet veel, hoor. Hij vliegt. Wee! Ja, maar dit is geen Metal Gear level, maar we hebben wel de Metal Gear muziek. Dat is toch mooi? Dat is grappig. Dat kan gebeuren, ik bedoel. Ja. Ik zoom me ook op, hoor, daar niet van. Sta je nou nee. Met de zwaaien dan de hele tijd? Hier, wegwezen! Wil jij dat even niet doen? Zo, hallo. Kappen zeg met een gespam, Mattie. Oh, zo. Zo, lastig. Oh! Oh shit, kijk. Nee! Nee! Of. Oh jee. Nee, mis. Kutje. Mis poes. Oh my god. Zo, kappen zeg met dat geswing, man. Ja. Oh, tering. Tering, Thijs. Dag, Donkey. Oké, dat was some bullshit. En hoe? Ja hoor! Wat een woord! Wat nou, hoe kan dit? Damn, die Donkey heeft ons allemaal gek. Nou echt, hè. Uit, nee. Oh, sorry, schat. Zo kappen. Wacht, wacht. Oh! Nou, dit is niet leuk, man. Nee! In uw gezichtje. Nee, ik ben er nog. Ik ben er nog. Alles kan kapot. Oh, nee, Kirby, wegwezen. Ik hoop dat hij op straat staat. Jeehoe! Nee! Wat is hier allemaal, boys? Wat is dit? Dit is echt... Oh, woe, net. Het is gewoon echt Bruce Lee van GTA 4, man. Serieus, het is echt Bruce Lee. Tering, Benny. Ik weet niet wie het gaat winnen, man. Het is best wel spannend. Wow, wat gebeurt hier? Ja, dat is die... Oh, shit. Nee! Maar nee, net te laat. Yo, dit ging er even aan toe, hoor. Dit, ik weet niet. Oh, sudden death. Ik ben een paar keer afgevallen. Sudden death. Nee, wat doe ik nou? Nee. De winnaar is! Daar is die hoor! Hey. Papa da papa! God fucking damn it. Cool. That was some bullshit. It's shit, so. Uit. Doorgestoken kaart. Ik heb Nintendo betaald. Oké, okay, ik geef toe. Echt. Ja, joh. Ja. Hoe kan ik nou een ander poppetje kiezen? Rechtsonder zie je ineens de Change Fighter. Verander, whatever. Selecteer, vechten. Hé, hey, maar even, die regenbooglijn onder mijn poppetje. Dat is de Smash Meter. Wat kan ik daarmee? Hoe werkt dat? Ik begrijp niet wat je bedoelt, hoor. Ja, onder je naam. Onder je naam, ja. Onder je naam loopt een soort regenbooglijntje, loopt vol. Naarmate de wedstrijd special meter doet. En dat zou je ook op kunnen laden. En dat heet je smash meter. Ja. Ja, dat klopt. En die gebruik je door je rechterstick te bewegen. Ja. Maar wat doet dat precies? Is dat een super harde klap? Of hoe werkt dat? Door even kijken, met die als die smash meter helemaal voor is ontstaat, dan krijg je die gloed om een special attack te doen. Zeg maar die smashball die rondzweeft, dat je moet mappen om die... Nee, maar die smashball snap ik, maar je hebt dus ook een smash meter, een poppetje. Ja, maar dat is... Los van die smash... Nee, dat is los... toch? Ja, dat is... Hetzelfde. Ja, het heeft dezelfde bedoeling. Dat als hij vol is, dan krijg je ook die smash aura om die smash attack te doen. Door gewoon constant te klappen. Dus het is net zoals met Street Fighter. Als je gewoon blijft beuken, dan word je special meter gevuld. En dan kan je een special attack doen. Dat is dan met... Even kijken. Wie ga ik nu nemen? Even kijken welke stage. Neem Kirby. Ja, deze neem ik wel.
Ben benieuwd, ben benieuwd hoor. Ja toch. Ja toch niet ja. Dan. Ik heb nog nooit met dit poppetje gespeeld, dus we gaan het nemen. Echt hè. Dan mijn lievelings. En welke is dat? Yep. Dorpsbewoner. Villager? Mm-hmm. Wie? Niet haten hè Bas, what the fuck jongen. Laat mij gewoon lekker mezelf zijn joh. Hé, hey, Minecraft Taste heb ik nog niet eerder gezien deze. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Ja, nee. Ja, want Steve is natuurlijk een Minecraft-character. Weet je? Ja. Dus dan krijg je dan zo'n stage. Ikke. Marciano. Ikke. I got all the characters, so you can get these stages as well. Ja, 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 ja. Ja, ik niet. Ja, ja. Daarom ben ik er. Je weet toch, yours truly, yours truly. Zo, kappen zeg maar. Ciao. Kappen van me dat geschep, man! Maar wat een bizar gedoe van die idioten die gewoon wilden met een Hitler vergelijken. Dus ik heb ook een soort Hitler. Ja, dat spoor je niet, man. Daar komt het op neer, man. Kom hier! Wilders met Hitler gaat vechten. Nee! Echt een Mogol. Ja, maar, ik heb gezien dat hij dat doen niet ze zegt. Toch ja, allemaal? Dat doen ze toch bijna allemaal? Fascisme, weet ik het allemaal. Focus. Ja, focus, focus, focus. Nou, dat was een beetje op de Haagse Markt. En al die mensen zijn allemaal pro-Wilders, bijna allemaal. Ja. Ja, ik had een tweet gezien, ik had hem alleen niet aangeklikt. Maar dat was een rapper of een ander iemand of zo, die had zeg maar als schijntje dat hij gezegd van... Ah joh, flikker! Moet hem vermoorden of zo, weet je, zoiets. Moet hem vermoorden, zoiets. Ik moet hem vermoorden, zoiets. Ik moet hem vermoorden, zoiets. En dan kreeg ze niks van, nou, van, ja, dat was maar een grapje. Ja, grapje, nog maar een grapje, man, eerlijk gezegd. Heel raar grapje, ja. Ja, joh. Nee. Dat zal maar kunnen, hè. Ho. Nee. Ah, crap. Nee. Oh, kut. Oh, nee. Dat zat niet meer, joh. Ja, nee. IJsberg in je ass. What the fuck, man. Wat ben ik allemaal aan het doen dan? Ja. Nee. Hoppa. Nee. Leuk man. Nou komen er ook weer vluchtelingen in een hotel en kijk daar zitten. Ja, maar ze zijn boos gek. Wil je even kappen? Wie doet dit? Dat is Bassie Boy. Oh. Hij kon ook een keer wat doen hoor. Kut, sorry, echt. Alweer. Even weg met je kut villager. Oh. Nee, wegwezen! Hier! Die heb ik het gedaan op het laatste moment! Hey! Oh, Bassie Boy groen. Netjes hoor. Tweede plek, lekker man. Yep. Zo dan. Nee, die villager is echt, echt kut man. Die doet echt niks. Gewoon dikke hummel is dat. Nou, alleen omdat hij een roze jurkje aan hebt. Ja man, hel je. Het is een meisje hoor jongens. Het is een meisje. Ja, nee, maar ik mag waar zie je dat aan dan? Ze heeft witblauwe sokken toch? Van een jongen. Nee, oké. Okay. Non-binair. Nee, non-bonair. Bonair. Non-bonair. Ja. Dat heeft Rob een keer gezegd. Ra, ra, ra. Ja, dat was bij jou in het ziekenhuis, toch? Juist. Wow, man. Ja, man. Ik kan ook echt alleen maar lezen. Non-bonair. Wie heeft dat gezegd? Rob. Yes. En only the one. Non-bonair. Die kan wel in je lijst erbij, Benny. Nee.
Nou ja, op zich wel. Nee, er is er één die is in mijn lijst bijgekomen. Roken niet. Hé, hey, hallo, ik moet er nog bij, jongens. Oh. We doen wachten. Stoppen. Wat is dit dingetje? Ja, we zijn weg gestopt. Ja, je komt er maar bij, hoor, Ben. Yes. Alles kan kapot. Hey, die erbij moet komen is, als je me nu neemt, bij 5.000, oh, ja. Dan kost je 30 euro. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei... bij! Als je nu bij een menu... Als je me nu neemt... als je nu bij 5K... Of als je nu... Bij 5K. Als je nu een menu neemt... bij 5K's, ja, kost je 30 euro, zoiets zei ik. Bas, als je heel snel zegt dat je dan ervan kan maken. Je zei als je menu neemt. Yo, Vakamich, hoe is het, broer? Zei als je menu neemt, dat zei ik. Als je menu neemt, zei ik zo. Bassie boy. Ja. Het zou ook wel een beetje retard zijn als je inderdaad echt zegt van als je menu neemt, dude. Nee, maar hij zei zo snel dat een viel weg. Dus als je menu neemt, bij 5K's. Als je menu neemt. Ja. Wanneer heb je dat? Pas! Pas! Toen we gingen eten. Toen jullie met z'n allen in de bus zaten, of niet? Nee, we gingen eten. Bij de 5K's? Bij de 5K's? Ja. Buiten lekker man. Bij de 5K's? Ja, dat wel, maar het is een duur gast. Ja, maar met Donald is ook duur. Hé, hey, welke stage is dit dan? Welke stage is dit? Dat is absurd. Welke stage is dit, jongens? Ik weet niet hoe kunnen mensen zo snel slaan. Met z'n drie of zo. Deze stage is bruutgek. Dit is van Kingdom Hearts. Nou, verschil per kerk, man, denk ik. Kingdom Hearts 2, om precies te zijn. Oh, sorry, wat zei je thuis? Nee, nou, weet ik volgens mij hoe mensen zo snel kunnen slaan, maar dat verschilt per kerk. Dat verschilt zeker per kerk. Ja, maar jij doet het echt bijna bij ieder kerk. Jikken? Ja. Oh, met... Oh. Hij kiest... Dan kiest hij alleen snelle characters. Bray. Ja, Bassie Boy is de heavy dude. He loves heavy characters. Hij is niet bang voor mij, hoor. Ik ben totaal geen gevaar. Nou, maar met dan nu wel met je ballenback. What the fuck? Ja, ook niet echt, hoor. Nou, oké. Nu moet wel oppassen voor Bas, want hij is met Bowser rotering annoying. You know, nee? Mm-hmm. Nee, real talk. Kijk, je ziet hem al even sneaky doen met zijn ballenbek ook. Hey joh! Ik heb het af. Ja? Nee! Oh, scheizer! Wie gaat die mappen? Nee! Oh, ah, kut, ik! Nee. Waar ga je heen, Bas? Waar ga je heen? Where are you going? Where are you? Godverdomme! Nou, ik val alleen maar naar beneden nu. Teringzooi. Oh, gewoon gemist. Brr. Zo. Nee. Gemist. Oh nee, toch niet. Als je nou zou gaan springen, Benny, dan kom je er... Oh nee. Hou je mond, joh. Sorry. Ja hoor, nou. Weer naar beneden. Vijfde kerel. Kerel? Welkom, Punch! Ah, tegen. Nee, Falcon Punch roep ik, maar ik viel even tegen het raam. Lekker, ja. Man. Daar ging Bas weer. Ja. Knuppel? Wie is de knuppel? Nee. Oh boy, weer Bowser. Nee. Zelf ah, knuppelen. Heeft hij me weer ge... Oh nee, hij heeft me niet geëerd. Hey! Thijs. Oh, nee, Benny, wegwezen. Ja, ik ben eraf. Wat een kut stage, joh. Wat een mooie stage, maar echt een kut stage. Hé, waar ben ik nou? Gevallen. Nah. Ja, lastig. Deze stage ineens zonder val je eraf, joh. Voor niets. Ja, heb ik ook, man. Moeilijk bijbenen, man, soms. Echt waar. Vindt zo. Ah, shit! Ik ben gevallen. Nou, kappen. Hier! Waarom doe je dat nou bij mij? You my power. Hier, jongen, ik heb het gewoon nog overleefd. Fuck jou. Heb je gewonnen? Skywalker! Ik, joehoe! Ik ben zeker derde dan, of vierde ben ik? Wat ben ik? Je bent... Derde. Ik ben veel te veel afgevallen. Oh, ja, jongen! Man. 5 keer gevallen of zo. Hey, lekker man. Jetzo. Goed, we nemen een wat rustiger stage, jongens.
Ja, alleen die Thijs heeft mij een keer doodgemaakt. Ja. Yes, 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 yo. Zo rollen wij. In de building. Wel jammer dat je met multiplayer geen poppetjes vrij speelt. Nee. Ja, precies man. Dat zou echt cool geweest zijn. Even kijken. Ja. Ja, maar je moet ze ook verslaan, hè, nadat je... Ja. Dus vandaar dan niet. Hoeveel characters heb je nu, Ben? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 10... 13 plus mijn Mii Fighter. Uit, uit. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Oh ja, oké. Okay. USA! USA! Oké, even kijken hoor. King Dedede dan? Ja, King Dedede. King Dedede. Oh, even wat voor pokoe. Even kijken hoor. Let's go! Oh, sorry. USA! USA! Is moeilijk, hè? Hey, foei, foei, foei. Foei, foei, foei. Zit je een Trump rally te kijken of zo, Benny? Nee, kijk wat hij aan heeft. Ja, hij heeft een USA outfit. USA, jongen. Hij heeft de USA outfit aan. Niks of America. Ja, dat vind ik het minste pakje uit van Mario. Ik zou hem juist een Italiaans pakje moeten geven, maar ja. Ja, waarom Amerika inderdaad? Ja, waarom niet? Dat hoort, hè? Ja. Vele jongens. It's gonna be, Als iemand wat pillen nodig... Als iemand wat... Als iemand wat pillen nodig heeft, halen. Godverdomme, die teringpillen. Kanker. Ja, jij met je vuur... Weet je... Kwakzalver. Kwakzalver. Krek. Hey. Zoals die gast van RDR 1. Kwakzalver. Ja, ja, ja. Ja, geweldige characters dat. Ja, man. Nee. Bot eens even op, Marciano. Met je kutpilletjes. Die Rob die gaat los, jongen. Die wordt helemaal gek, Rob. Ja, die wordt helemaal gek, hè. Maar hij mag echt niet klagen, want hij doet goed allemaal die flying kick move met die tante Mie-character. Ja, non-stop, klopt. Bijna. Ja, klopt, man. Spam die als een motherfucker, jongen. Hij doet altijd hetzelfde, of niet? Spam. Ja. Ah, en kut. Dan kanker op iemand altijd hetzelfde doet. Dat doe ik met dokter Mario. Medic. Daar hadden wij zelfs een werkwoord op voor, hè? Dan gingen we Street Fighter doen en dan noemden we Robben. Dus heel dat hetzelfde move deed. Ah, deze! Ja, ben je weer aan het robben? Ja, wel. Robben. Dus in principe wordt zijn naam al twee keer gebruikt: Robmerking en Robben. Lekker is op, man. Ja, als je niet kleur als Amerika. Mooi vechten, jongen. Ik kan dat hebben. Mooi vechten. Ja, Mario... Nee! Mario represent gewoon Biden nu, hè, op dit moment. Daar komt wel op neer. Ja, tuurlijk. De farmaceutische industrie en deze shit. Zo! Ah, dat is wel kut. BLM, hè, Babas, van Biden. Ja, Biden lost Biden. Mooi, hè? Ja, juist! Oh, pilletjes! Oh, what the fuck? Teringpillen. Ja, ik vertelde hem op mijn werk, vonden ze hem ook leuk. Ja, dat geloof ik. Ik zit zomaar mijn werk, mijn taak over te nemen. Ah, shit! Fucker. Nee. Oh. Mis, lekker man. Kutpillen, jongen. Ja. Nee. Pak zo'n overtje. Ja, dit was helemaal niks tussen mij. Nee. Ja hoor.
weer! Ja, lekker de. Die Amerikaantje. De Dr. Mark staat wel tweede dan. Oh, het was maar één. Je had maar één KO meer geslagen. Anders was het de Sunday Dead geweest. Oh. Nou ja, we hebben allemaal genoeg pillen genomen. Genoeg vitamine. Nee. Pillenboer. Pillenboer. Ja, man. Let's go. Oh, oh, oh. Even kijken. We... Even kijken, hoor. Oh, this is gonna be some good one. Good stage. Whee! Oh ja, by the way, Machano, er komt dus gewoon een live action movie van. Van? Zelda. Van? Van Zelda, dat wist je wel. Zelda. Nee, dat zei ik niet. Naruto. Yippie! Hey, leuk ja, man. Ja, er komt een live action van. Man. Ja, nou. Maar dan gaan ze nu met alles doen, dus maak ja, je maar nat. Ja. Ja, Avatar is er ook, hè? Die komt er ook aan. Ja, die, ja, maar die, ik heb ja, die schijnt gezien, wel maar vet schijnt, te zijn. Ja. Het ziet er veel... Nee, je hebt nog een tappensabot. Het ziet er nog veel beter... Het ziet er veel beter dan die film van 13 jaar terug. Het ziet er veel beter uit. Ja, maar die was ook vreselijk, hè? Nou, ik heb hem niet eens gezien. Ik zag, als ik zie Aang met zwarte pijlen op zo'n bovenkamer. Skip. Ja. Blauw, man. Blauw. Nee, niet die... Nee, van die film van 13 jaar terug was een pijl zwart. Ja. Gewoon, nope. Om over Dragon Ball nog maar te zwijgen. Ja, ja. Nou, dat was verschrikkelijk. Ja, dat blijft... Dat piepschuime blokken gingen gooien. Bro. Goku. Ja. Nee, maar. Dat... Goku. Twee Goku. Ze daar Piccolo. Evolution, toch? Ja, inderdaad. 2009. Nee, we hebben twee Pikachu's nu die we nu kunnen assaulten, man. Godverdomme, hey, waarom kies jij iedere keer dezelfde als ik, man? Pikachu. Dude, ik koos Dr. Mario. Jij koos Mario. Dat zijn twee verschillende characters. Ja, maar zeg, welke stage is dit? Dit is een hele bekende. What? Banjo. Dit is volgens mij... Nee, Xenoblade, toch? Nee, Banjo, man. Kijk die... Ja, man, het is Banjo. Oh, dat... ja, nee, die hatch. Ja, ik zie het. En het huisje inderdaad. Ja, en ik zie een honinggaat in de back. Dat is inderdaad... En het liedje. Het liedje is al... En het liedje. Ja, 100.000. Ja, man. Oh. En Wie deed dat? Zo teer... Oh, Waarom je... doen jullie dat de hele tijd? Omdat wij Pikachu's haten en die gaan we abusen. Ja, dit is niet leuk, man. Pikachu abuse. Oh! Hij flikker er weer vanaf. Ja, daar gaan we. Nee. Zo, fucking annoying, man. It's only rotating. It's only rotating, right? Ik weet niet eens waar ik ben. Soms. Nee, maar dat is best wel pittig soms in deze game, man. Aan de kant. Nee. We blijven liggen. Oh, rot op. Oh, shit. Ik dacht dat je alleen dat in het midden kon doen. Nee. Zo doen, zo rollen wij, jongen. Deze. Oh shit. Ah. Zo, vet gemaakt, gek. Dat was wel heel vet gemaakt, hoor. Tweede. Oh, hij moet ook even, hoor. Oh, dat is wel gemaakt. Hij moet ook even laten. Kan ik ook, kijk. Ja, ik raak. Net zoals jij raak ik ook niemand. God gloeiende. Ik raakte iedereen. Ik bedoel, Nokkie slaan. Nokkie. Niemand is Nokkie gegaan. Maar bad. Wee! Mambo Jumbo! Nee! Ik kan... Ik doe alleen maar bliksemstraal, wegwezen! En die kolenbouwt! Hey, en wat als Microsoft trouwens, want wanneer komt Stray nou naar de Game Pass dan? Oh, die zit hier nog niet in de Game Pass, joh. Nee, ja. Stray kan niet naar de Game Pass. Ik dacht dat je al in de Game Pass hebt. Hé, wat zei je? Wat zei je nou? Ik dacht dat ik alleen donderaanvallen mocht doen, joh. God gloeiende. Misschien wordt hij wel. Ja, ik denk nog steeds dat ze Baldur's Gate 3 gaan aankondigen bij de Game Awards. Wat voor de Game Pass? Nee, man, no chance. Nee. Voor de Xbox zelf. Yo, dat is al bevestigd, man. Oh ja, 7 december toch? Maar niet wanneer die uitkomt, toch? Oh, jawel, december. Dat ze hebben gezegd, we gaan 100% voor de december release. Dan gaan ze niet lukken om ineens in januari te droppen, man. Nee, dat niet. Maar niet hoeveel december. Dus de maand. Oh, jij denkt Shadow droppen, denk jij? Dat kan, hoor. Ja. Dat kan makkelijk. Dat is also a possibility. Dat is also a possibility. Hey. Je kan hem nu downloaden. Dat kan juist. Hey. Juist. Wat doe jij nou? Alleen maar met een discount.
Dan zeggen ze alleen vanavond met een discount. Dat zal wel keihard wezen. Nee. Nee. Liggen. Nee, ik wilde nog mijn special doen. Flikkers. Gewonnen. Joehoe. Die vieze gele flikkerwinnaar. Jezus. Hey, maar waarom staat er bij Bas zo'n vinkje van een Pools logo? Wat is dat? Of bij Thijs? Pools logo? Pools logo? Ja, ik zie bij Thijs en Bas stond er zo'n vinkje bij hun naam. Zo'n etiketje. Zo, geen idee, man. Nee, dat weet ik ook niet, hoor. Hoe heet het? Oh, ik had het niet eens verteld, hoor, Benny, dat ik alle levels heb gehad van Super Mario Bros. The Special World, man. Super Mario World? Ja, ik heb Super Mario Bros. Wonder. Ik ben nu bij de vijfde wereld, man. Oké, dat is de... Ik heb alles tot nu toe gehaald, maar ook ieder level of iedere wereld met alle zaadjes. Netjes. Want je kan dan zien, dan worden de nummers van de zaadjes blauw. Wat is het? Klopt, ze worden wat donkerder van kleur. That's true. Maar als ik je zeg, die Special World levels, je hebt zelf gezien, je leren... Ik heb ze bijna allemaal gehaald, man, de Special World. Want ik doe ze per keer. Oh, je doet ze per keer, oké. Okay. Dus ja, je komt bij iedere wereld, dan kan je 2 levels in de Special World doen. En dan... Ja, je hebt zelf gezien hoe ik ook het met heel veel plezier heb gedaan. Ja, lachen man. Nah, fucking hell, ik ben echt helemaal gek, joh. Elke keer spring je op dezelfde plek naar beneden. Come on, son. Sommige zijn echt lastig, man. Ja, man. Maar geloof mij, wanneer je zover bent, wanneer je echt zover bent als je alles hebt gehad, in de Special World, kijken of je heel hard eruit komt. Want, oh my god. Oh, sommige. Ja, ik heb wel al iets van 112 of 120 van die kartonnen dingen die ik neer kan zetten. Nou, waarom ren ik er nou vanaf dan? Kartonnen Jezus, dingen? Man. Ja, van die standies. Van die standies. Online, weet je. Niet weer. Oh, ja, joh. Die is volgens mij... Oh, la. Hé, dat is Final Fantasy, jongens. Final Fantasy ja, 7. Man. Hé, hey, wat is dit nou? Het ziet er best wel mooi uit. Deze hebben we al een keer gehad al, hè? Ja, zeker. Ja, gewoon voor de piepzater, you know? Ja. Want ik weet bij God nu wat het allemaal... Ik zie zo'n beest denk van ja... Ik vraag dan altijd aan Rob, wie is dat? En dan weet hij altijd die naam, je weet toch? Ja, Midgar, man. Ja, dat is de stad. Maar dat beest die je daar in de back zag... Leviathan. Nou, ik kan het ook aan jou vragen. Hé, hey, maar... Oh. Nou, gelukkig. Hé, hey, Twomp. Nee! Oh, aan de kant. Zo! Lekker. Ah. Goed zeg. Hey. Jammer joh. Ik dacht dat die raak ging maar, Kerstel. Nee man. Oh, Ima. Die shike is maar veel te snel man. Hij is veel te ongecontroleerd. Het is echt... Wie? Shike! Oh, shike is wel snel hoor, inderdaad. Ja, daar iets te snel man. Kankertjes. Lekker mis. Hier. Hey. Nee, ja, Rob. Die is voor mij. Well, ain't that cute? That's wrong. Juist. Oh, kut. Lekker. Ah, ik had net een special tering, sorry. Oh, nee. Dief top. Ja, de lul. Oh, ik heb alles om 2 keer. Juist. Ja, ja. Ja, echt. Ik vind het zo'n droevige karakter. Oh, sorry. Met zijn kutliedjes.
punt is alleen als hij dat je hem ook lekker zelf kan, lekker kan mappen. Hang, hang. Hebben we het hè? Ja, wat zijn dan de meest gehate Pokémon zijn dan? Oh, gehate? Poeh, dat is een good one. Ja. Nee joh, hey. Dat is meest geliefde. No dat is meest geliefde. There is no way. Jij bent echt een lul. Echt een lul. Ik wist het. Ik rende en toen dacht ik, oh, en dit is de eerste keer dat ik het ooit zo heb gedaan in de sudden death. Yes! Yes! Ik rende, ik wilde eigenlijk een andere aanval doen, maar. Lekker man. Goedenavond SC, Wagwan, hoe is het jongen? SO. Wagwan, ja toch, hoe is het ermee? Ah, zo. Ah, jongen. Je vecht, oh, nog net, yes. Ja man. Even kijken. Even weer een rustige stage. As usual. Ja, volop bezig, hè? Ja. Ik ben volop bezig, hè? Met Spider-Man. De tering. Heel Mario skip je. Je hebt zoiets van, wanneer Spider-Man klaar is, ga ik weer verder. jongen. Ja, te gek, man. Even kijken, hoor. Oh ja, nog een leuke character. Ik hoop altijd vrij was op maandagavond. Nee. Nou. Ik kan wel een tijd herinneren dat hij iedere maandag wel vrij was hoor. Pff, jongen, hij rijdt zo onregelmatig. Als je denkt dat hij maandag vrij is, moet hij. Of hij is vrij, maar dan heeft hij een dienst aangenomen. Eén van die twee. Je weet het toch? Maar goed, het is heel onregelmatig. Heeft iemand nou weer Call of Cloud gekozen? Verdomme. Sheesh. Die heb ik nog niet eens. Klaat. Nee. Klaat die Ja. Klaut is bout. Die moet hij nog unlocken. Dan Klaut is niet bout hoor. Klaut is bout. Kijk maar op zijn schouder. Ja. Oh, hi boy, shit. Oeps. Ja. Zo. Nee, boeit me geen moertje. Weet je. Nuts and bolts. A nut on your bolt. Oh shit, pause. Oké, wat doe je nou, verdomme? Gelukkig. Ja, wat nog mensen vroegen mij op TikTok, Marciano, die gewoon Tupac op de achtergrond hebben als nummer. Hoe doe je dat dan? Kan je dat zelf kiezen? Gewoon doen? Ja, dat kan je. Maar niet in je materiaal opneemt. Ja, dus je kan het gewoon zoeken. Er zijn heel veel geluidsfragmenten die je kan checken, man. En hoe? Okay. Ja, zo. Ja, wat zei je? Of hoe is het? Geen poppetje. Oh, dat is van. Dat is gewoon een trophy character. Wie is nou? Heb ik nou zo'n jankend gastje? Ook een maat van mij had een instrumental van Dr. Dre. Had die, Ja, dat kan je gewoon doen. Dat kan je gewoon doen, dat is no problem. Ik heb ook genoeg nummers in mijn video's gezet hoor. Gewoon. Hey! Oh! Ja, dat. En uiteraard Me Against the World. Ja, natuurlijk. Er zijn ook remixes, weet je. Dat is allemaal. Ja. Tijd. Oh, fuck. Waar ben ik? Oh, daar. Shit! Nee! Nee, kut. Mijn smash is weg. Nee, mijn smash is ook los. Fuck! Fuck! Waarom heb ik geen smash? Jij gemist. Heel gemist, man. Ik weet niet wat ik moest doen. Ah, tering. Hey, terug. Nou. Zo, bruh. Laat mij nou eens met rust, joh. Zo. Loes. Nee,
Ja, dus... Damn. Hey, dat is niet eerlijk. Dude, die stond te dichtbij, man. Shit. Or something. Ah! Zo, what the fuck, B? Ah! Nee. Ik dacht dat die... Soundcloud. Nah. Oh. Ga weg! Nee, Cloud! Hey, kappen! Nee, sudden death. Bij wie? Wie? Nee, niemand. Nee, fuck off! Je toorts. Lekker, man. Oh, ik heb 1 KO meer geslagen. Ik weet niet eens wanneer dat is gebeurd, je. Cool. Ik was met deze echt slecht, man. Naar mij? Ja, echt bizar. Nee, met dit poppetje. Nee, ik bedoel... Ik vind het bizar dat ik heb deze gewonnen. Maar goed, het is zo het is. Wiep. Nog een DLC stage. Leuk, man. Even kijken. Kiesje vechter. Het maakt toch helemaal niet uit, jongens, welk e-mailadres je gebruikt voor je Xbox-account, toch? Michael loopt te klooien met die S. Het maakt toch niet uit wat voor mail je gebruikt? Nou ja, als je bas@guit.grinder doet, dat is wel... Jongen. Dat is wel problematisch. Ik zou die niet gebruiken. Nee, maar hij zegt dat zijn Ziggo mail het niet doet met zijn Xbox. Ja, voor mij maakt het geen reet nee, uit. Nee, dat moet gewoon werken, man. Je mag gewoon iedereen gewoon e-mail. Je mag gratis e-mailadres gebruiken. Het hoeft niet dat je een. Nee. Je kan gewoon met je Gmail kan je gewoon aanmelden. Met maar heb je jouw S aan hem gegeven dan? Hij heeft zeker zijn S gegeven. Die moest eruit, man. Die kwam zo, ja, die moest eruit, man. Yes. Hey, maar heb je Series X al binnen? Ja, tuurlijk. Hey. Hij is zeker. Hey. Next. Over van Dennis. Hey, let's go. €75 per cheek. Ja, gelijk gevallen. Oh, fuck. Stage, maar dit is de Street Fighter Ryu stage. Ryu, man. Ja, man. Legendarische stage, man. Ja. Oh, my gosh. Oh, een bommetje. Bommetje. Dicey boy, wat doe je nou? Deze kerk is kut, man. Ja, maar jij... Ja, een meek... Oh, het is een weapon character. Ja, ik kan hem gelijk de volgende dag binnen hebben, niet? Hey. Dat altijd lekker? Net de zaak, hoor. Ja. Goeie zaak, man. Good business. Prijs, ja, crazy. Prijs is gewoon crazy. Moet ik echt niet laten liggen. True that. I agree with that. Super deal, man. Dat hering. Zeker. Ja, dik onder de 400, hè? Dat dude. Nog dik onder de 400, ja. Oh, wat is dit nou? Zo. Smash Brothers. Zelf als je sprong. Ja, echt. Hè? Nee. Springen voor weg. Ja. Oh, daar ging die pokeball. Fuck. Oh. Gewoon weg. Nee. Gaan we niet zomaar doen, hoor. Nee. Ik wist ook niet wat ik kon verwachten van deze. Oh. Huh? Ja, dat was jouw special volgens mij, hè? Ja. Zo, die kut. Machano, die blokkeerde even. Dit is Rob's character ook, Ganondorf. Ik snap dat echt niet, maar goed, hij kan alleen
Christ! Een bouwpoppetje, man. Hij zegt, ja, maar zo grappig, het is wel een kerk, het is een heavy kerk, dat is wel in jouw straatjes zijn, toch? Hoe kan dit ja, nou? Dat wel, ja. Ja, kappen, jongens. Ah, kut, nou sprong ik ook verkeerd. Dude, ja, wat doe jij? Ja, daar heb je wel een punt, daar heb je wel een fucking punt, dude. Jongen, move. Marciano, lijkt me gezellig, man, dat we dan hier die battle gaan kijken, live. Ja, zeker. Yeah. What the fuck? Ja, jongens, ik had ook een special. Nee, wat gaan jullie kijken? Live event. Porno. Ja, porno. Live porno. De adult con is weer begonnen, weet je. En we gaan P.O.B. kijken, jongen. Nou, jongens, dat was... Oh, nee, shit. Als je nou had gestaan, dan was het mooi geweest, B. Maar... Welke... Ah, joh! ik spring, wacht even voor, man. Wat battle is het eigenlijk? Het zijn battles, het zijn er 10. Het zijn er meerdere, ja, goos. Hey, fucking sweet, hè? Ja, het is het hele event, broski. Hele event, fucking cool. Ja, man. Zo, weet je wat zo lomp... Toen jij die special deed thuis, ik dacht ik spring weg, spring precies op die beam. Ja, ja. Ik deed dat dus. Jee, gewonnen. Ik vallen ben, anders had ik als ik echt wel tweede of eerste geweest. Maar ja. Nou, dat viel toch wel reuze mee, joh. Die steeds bewoog ineens, weet je. Hou je mondje. Nee, die steeds beweegt ook niet. Hij staat te stil. Hey, dan de grote vraag, Marciano. Ja. Oh jee. Wat nou? Doet Kama nog mee? Ja. Ik ga je zo die kaart sturen. Dan kan je zien. For real. Kama doet mee. Ja, hij doet zeker mee. En degene die natuurlijk heeft meegedaan met Mario Kart 1 keer, of 2 keer zelfs. Ja, RC. Nee, en Kama. Kama heeft ook eens een keer. Oh ja. Ja, klopt ja. Ja, ja. Met Mario Kart heb je toch een keer met ons meegedaan, RC? Dat doe ik mee. Oh ja, RC die doet ook mee. Die, Oh shit. Ja, ik wist het heus wel, RC. Ongelooflijk. Even kijken. En wanneer moet Links weer trouwens? Ook? Hij gaat ook battelen bij deze. Ja, dat is goed, man. Speel ik een trial van een game, loopt hij vast. Nou, dat trial. Dat verkoopt wel je game. Ja, toch? Welke game wordt het? Immortals of Avium of zo? Oh, die van EA. Ja. Leuk hij dat hij ziet er wel psycho hij uit. Is wel vet, man. Een paar kleurtjes en zo, man. Dat is wel leuk. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Maar jammer. Zeg, Thijs en Bas, willen jullie op... Oh, toch niet. Sorry. Doe dan. Doe. Nee. Lekker bezig, man. Ja, kom erbij, jongen. Kom erbij. Nou, ik ben nu volop bezig met Hogwarts Legacy. Oké. Ja, man. Nice. Ja, op de PC. Op de PC, ja. Oh. Maar nog steeds issues dus wel. Frame drops. Ach, godverdamme. Maakt net in welke... helemaal geen moeite. Jongen, ik maak net welke settings ik zet. Ik heb het zelf op medium gedropt. En nog steeds... Erop, echt? Gast, ja. Het slaat helemaal nergens op. Oh, jai. Anti-aliasing is in hele grote lijnen gigantisch on point. Prachtig om te zien. De draw distance is phenomenal. Maar de frames... En... Dat de patch misschien verneukt heeft. Ik heb geen idee. Ik heb geen... En met raytracing... Ik zet alles op max met raytracing. Dat was de frame rate 25 of zo. Misschien zelfs 20. Dus gelijk uitgezet. Terwijl de raytracing ook super nice is, hoor. Een game met een slow pace, man. Interessant verhaal, maar het moet echt, ja. Ik ben benieuwd wanneer er iets spannends, echt goed spannends gaat gebeuren. Dat duurt nog wel even. Ja, niet.
Ja, nou, maar dat zou dat kunnen zijn. Dat is nadeel van die game. Dat... Of dat is dus de pace. Riesh. De sfeer is wel fucking amazing, ja, though. Joh, ik probeerde weg te springen. De sfeer is wel amazing. Ja, ik ben gelijk met een Ubisoft game. Gewoon repetitive bullshit noemen sommigen het. I don't know, man. Ik heb hem nog niet, maar... We zullen zien in hoeverre... Ja, ik heb nu 10 uurtjes in de game zitten. Ik heb daar gelukkig nog geen last van, maar we zullen zien in de loop der tijd, man. Dat gaat me wel een keer halen, hoor. Als die, So fuck off, man! Squad! Ja, plug naar beneden, really. Nee, op saté. Badstand. Oh my god. Ik zat dat verkeerde poppetje te kijken, meen je niet. Badstand? Oh my goodness. Echt, hè? Ik wist dat het. Dat vet, ja, dat wist... Dat ik wist het. Dat hij die wel vet vindt ook, die Immortals of Ik denk het ook, man. Je hebt een soort wapens met je handen. Dus je schiet vanuit je hand. Met Piu piu. Piu piu. Er staat een gratis trial, die kun, dan kan iedereen spelen, man. Uit, gehoord. Zo, als op met dat gebadstand, man. Fuck off. Weg. Nee, joh, zo. Jee. Ah, joh, blik op. Alsjeblieft. Ja, wat zei je? Wegwezen, Thijs. Oef. Oh jee, Bas. Nee! Oh nee, de zaak. Ah, ik probeerde te ontwijken. Nee. Oh, wij worden echt precies gehit. Alle... Saaai. Lekker, man. That was messed up. Oh nee! Alsjeblieft. Tijd. De tijd moet om zijn. De tijd moet... Oh, nee. Geen stress. Maar wie heeft gewonnen? Ik niet, dood. Ik niet. Oh, wel. Hoe kan dat nou? Ik heb geen idee. Ik dacht dat jij... Ja, ik had super veel mensen... Ja, oh, dude, het scheelde maar één KO. Kijk hier, zie je die embleempjes? Wat betekent dat? Bij Mario en bij Bas weer. Ik zie het niet ook zo. Dus ik... oh, ah, shit. Er zit een soort... soort landkaartjes met een sticker erop. Alright, ik ga mijn laatste doen nu. Want? Oké. Dat ik het mag geweest. Ik ook, want daarna wil ik even nog wat characters bijhalen. Want nu heb ik met iedereen een keer gevochten. Lekker man. Oké. Oh nee, ik heb nog niet met Sonic en nog niet met... Nee, ik heb nog niet met iedereen gevochten. Sonic is best cool hoor. Ja, en een hele snelle as well, maar dat is logisch. Even ja. Kijken. Weet je wie... Is goed maar rustig aan en say thanks for hopping by. Weet je welke character echt... Er zijn... Sowieso, Mega Man is gewoon lastig om mee te spelen. Palutena is ook vervelend. Ja, Mega Man is echt wel pittig, ja. Ja, man. En, ja, maar ik denk als je die eenmaal onder de knie hebt, dat hij wel fucking sterk is. True, true. Maar het is echt... Ja, dat wel. Nee, zeker, zeker. My number one character is Ike. Ike is the homie. Oh, ik wist het ook al. Ja, van Fire Emblem. Donkey Kong of King K. Rool. Beide heeft ja, Donkey Kong of King K. Rool. En dan... Ja, mij gewoon Mario tot nu toe, man. Oh, ja, ik dacht... Eigenlijk goed, in alle... Die Kong vind ik ook relaxed, hoor. Ik dacht echt serieus Kirby, want je speelde vaak met Kirby. Ik? Nee, joh. Nee, Benny. Oh! Ja. Ja, ik was ook een Mario. Ik was ook vaak met, speelde ook vaak met Mario. Maar ja, op een gegeven moment Mario toen. Mario is een soort allrounder, zeg maar, weet je. Juist, inderdaad. Ja. Luigi is fucking grappig, dan. Ja, man. Ja, man. Ah, joh! Hey. Hey, Skyward Sword? Skyward Sword? Oh, Skyward Sword? Oh, shit. Oh, waarom doe ik dat? Oh, nog snetjes. Xenoblade Chronicles 2 stage, yeehoe! Ja, man. Twee keer.
Hey shit! Hey, ze roepen maar. Waar ben ik? Ja, dat doet waarschijnlijk de meeste punten. Ah! Ze scanderen je naam, ja. Niet voor lang. Echt, echt. Ja, hier, doei! Hey! Ja, hier, ik zat gewoon wegwezen! Hoerenkind. Wow, dit is kikker. Ah, je. Daarmee. Nee, klote Benny, kutzooi. Alle drie. Gevolg. Nee, dat is dan wel even een tering goede aanval. Oh, ik vond het echt helemaal niks. Kutzooi. Nee, je hebt gelijk, dan. I'm hating. My bad. Weg. Nee, kon je. Oh my god. Je bent echt een mongool als je nu had gesprongen. Yeah! Dat is de regenboog. Regenboog? Ja, is ook roze. Regenboog, hoe durf je? Thijs, wat doe je nou? Waarom sprong je er vanaf? Nee, en Thijs. En Thijs. Nee, je was veel te ver, jongen. Inderdaad. Ik zag het. I saw it. Shit. Nee. Ja, de verkeerde kant. Ah, die was mooi. Dat je zo ging staan. Alsjeblieft. Nou ja. Happy sudden death. Happy sudden death. Nee. Nee, Bas. Yep. Oh my god. Ik ben zelfs vierde. Ik ben samen met Thijs in Bretede. Lekker, hè? Lekker toch. Nou jongens, wel lekker laatste potje. Maar waarom heb ik maar 2 KO's? Ik sloeg jullie alle 3 KO's in 1 aanval. Oh, dat weet ik niet. That I don't know. Ja, ik deed die ene aanval, daarmee sloeg ik jullie alle 3 KO. Lekker, hè? Dus... I have no idea. Ja. Je lekker uitgelikt. Oké. That was it. Lekker toetje. Hé? Lekker beetje yoghurt. Ja, nou ja, tenzij je nog verder wil. Ik wil nog even een paar puntjes. Nee, dan ook. Ik vind welletjes wel even hoor. Ik vind het welletje. Dan ga ik. Verder met vis. Met visten? Misschien, ja, sorry, ja. Komt het niet? Pist. De game van de Game Pass, jongen. Ja, schreef je, hè. Oh my god. Even kijken, valt. Ja, ik kan wel zeggen, laat me wat doen met Smash, maar ik heb bijna alles gedaan, verdomme. Ik heb nog niet alle spirits, though, maar... Ja, ik blijf die spirit board fucking amazing vinden, jongen. Echt. En natuurlijk de adventure mode. Die is ook fucking baas. Ja, heb je die helemaal uit? Die heb ik helemaal uitgespeeld. The World of Life, ja. Die... Ja, die is... Show! Spirit build, toch? Ja. Show! Die wordt... Ja, ik kan nog... Ik ben ook... Even kijken, wat heb ik? Pak de spraak gespeeld, 27. Oké. Ja, want dan zo op de gegeven moment. Wacht, was het nou? Was het nou Brand die tegen. Die zat te erger dat hij tegen 3 Jigglypuff moest vechten? Denk ik wel. Kan me dan nog herinneren. Met je spirits moet je gewoon slim te werk gaan. Weet je, dat je de juiste op de juiste momenten inzet. Ja. Mm-hmm. Zeker. Ja. Zeker. Je moet en een vechter hebben die je goed gebruikt. En zo'n, wat is het? Zo'n mechanische. En een schildje. En die moet je om en om gewoon inzetten. Het is. Niks aan de hand. Yep. Belangrijk weten wat voor soort speertje je hebt. Wat voor speert ze. Hoe ze je kunnen supporten. En natuurlijk hoeveel powerpoints het heeft. Kan ik nu unlocken. Heel belangrijk. Want het is allemaal leuk. TikTok waar we net over hadden, toch? Over die video's en die yes!
Marie, ik ga hem afsluiten. Nog wat? Has added your video to favorites. En dan klik je het aan en dan staat erbij, come and play with me. Mm-hmm. Yep. Even kijken hoor. Ja, zo doen ze dat. Dan ga ik hem ook afsluiten, jongens. Was een hele leuke sessie. Ik heb zeker de opties gekregen, je weet toch. Maar ja, super, super gelachen, man. Echt. Zie je maar wat voor fun je wel nu kan hebben met een game als... als Smash, als je het zeker al lange tijd niet hebt gespeeld. Dus ja, happy the peppy, je weet zelf, you know what I'm saying. En ja, ik ga lekker de boel afsluiten. Ik vind dat wel leuk. Ik vind het goed. Ik vind het every time, you know what I'm saying. Even kijken wie er aanwezig is om even te raiden. Even kijken hoor, want ik zie nog Vertigo aan de... Oh, Breath of the Wild. Ik zie Casey weer, ik zie Skate. Of weet je, ik kies wel een nieuwe uit. Kijk. Yes, yes, y'all. You don't stop. Even kijken of er sprake is van een... Nee. Ja, ik ken ze. Wacht hoor. Oh, Bars for Days Challenge. Super dope. Ja, let's go. Even kijken wie we gaan raiden. Wie is er aanwezig? Even iemand met wat minder views, AUB, 7,6k, dat is wel crazy. Ja, props hoor voor de doorgewinterde streamers. Even kijken, ik zie Koen 1499, die speelt Farming Simulator, heeft geen camera set, die niet Wela. Sandy Denise. Ja, al viewers. Die hebben waarschijnlijk aardig wat... Oh, nice, nice, nice. Ja, die gaan we even... Sandy Denise. Die gaan we even... Die gaan we raiden. Ja, sorry, Kevin. Maakt niet uit. Ga even haar een shout-out geven. Ten eerste. Shout-out naar Sandy Denise. Dat is één. En we gaan naar ja, reden. Oh ja. Chipsy, dat is mijn even terug naar lobby. Fortnite-speler. Young. Ja, let's go man. Reden. Jongens, keep it locked. Oh, dank jullie wel voor het kijken naar deze stream. Hey, keep it locked. Keep it loaded. Keep it gangster. Mentally, not physically. Otherwise, you're gonna get yourself killed. Y'all will know the procedures. MC The Tick signing off. Peace.